Goedenavond, we staan hier bij Daphne. Daphne, je bent finalist Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben Daphne Leenaerts. Ik woon samen met mijn vriend in Mortsel. Ik ben zelf afkomstig uit Turnhout. Ik heb daar ook altijd op school gezeten. Daar heb ik de opleiding schoonheidsverzorging gedaan. Dus ik ben opgeleide schoonheidsspecialiste. Ik werk nu bij Naturalize in Turnhout ook. Daar begeleid ik eigenlijk mensen met het eiwitrijke dieet. En ook de sportmensen die speciale voeding nodig hebben. Hoe komt het dat je meedoet aan de misverkiezing? Ik ben altijd nog een beetje aan het twijfelen om misschien toch als zelfstandige in bijberoep te beginnen. En ik denk dat deze een mooie stap is om daar toch voor te gaan, om wat meer mensen in de sector te leren kennen. Wat vindt, want je vriend, je hebt een vriend zeg je, wat vindt je vriend ervan dat je meedoet met een misverkiezing? Mijn vriend vindt het echt heel leuk. Hij is ook heel enthousiast om hier vanavond ook mee te staan. En hij is heel trots op mij, ja. Wat hoop je te bereiken om nu zo mee te doen? Eigenlijk dat ik ook heel mooie vriendschappen eraan overhouden. Omdat je komt van school en je moet elke keer helemaal andere vrienden leren kennen. Dus ik hoop dat er echt leuke vriendschappen, dat ik weer veel mensen in de sector leer kennen. En wie weet, wat komt er nog van, hè? Wat vind je nu, want is dat nu de eerste keer dat je de meisjes hebt gezien vanavond? Nee, we hebben zondag elkaar allemaal leren kennen, een beetje. Maar dan was het nog een beetje spannend en iedereen wist nog niet goed wat zeggen. Maar het is vanavond al heel erg losgekomen. Dus, ja. Wat vind je van de meisjes? Ze zijn allemaal heel vriendelijk, allemaal hele mooie, leuke meisjes. Dus ik denk dat het echt een super avontuur gaat worden. Ja. Concurrentes, denk je? Kijk daar nu niet zo heel erg naar, omdat winnen is altijd leuk. Maar dat is nog niet mijn hoofddoel, dus ik denk, het zijn super meisjes. Ja. Oké, super. Ik wens je nog in ieder geval een heel prettig verloop, verder verloop en een heel fijne finale nog. Oké, dank je wel.